Er kwam deze week wel verrassend nieuws van Studio 100. Hanne Verbrugge had van haar dokter het advies gekregen niet meer op te treden tot de komst van haar eerste kindje. Ze heeft natuurlijk besloten die raad op te volgen. Studio 100 en de k 3 ts besloten wel dat de shows gewoon zouden doorgaan. Er moest dus een vervanger voor Hanne gezocht worden. Die werd al snel gevonden bij K2-zoekt K3-finalisten Diede van Den Heuvel. Op zaterdag 5 november stond de eerste K-3-show met Diede op de agenda in Groningen. Ze gaf het beste van zichzelf en mag alvast terugkijken op geslaagde eerste shows. Na de eerste show wou Julia Bosman alvast iets kwijt aan haar tijdelijke K-3-collega. De kop is eraf, helemaal trots, laat de blondine weten bij een foto met Diede.